Die misschien wel eens richting Antwerpen zou kunnen met Geert Hamming daar nu als coach. Die hem heeft gehad, hè? Ja, ja, absoluut. In Leiden heeft hij hem gehad. Hamad! 9-0. En Marijn Ververs reageert op zijn manier. Staat er niemand op zijn plaats. Tyon Jones. En dan is er Roland Schaftenaar in twee keer. Harde werker, die Schaftenaar. En, blijft goed bij die bal, blijft goed altijd bij die offensive rebound. En heb je daar 2-3 pogingen voor nodig, niet erg. Als hem maar binnen gaat. Hè. En er wordt al gewisseld door Dario Djerja, want hij nice. Dat was hier niet het geval. Damien Jefferson. Het gat naar de korf en de score. Fout voor wie? Maar zeker ook leren dat je niet achter uw aanvallende speler moet lopen. Hè. Beetje cynisch gezegd, maar hij heeft ook een nummer aan de voorzijde. Kijken wat er nog van komt. Sam van Rossum. En daar is de assist voor Servaas Buitschaar. 27-21. Oké. Dat zijn goede decoy, goede afleiding. Oh, een geweldige assist was dat. Maar Mennis moet hij er gewoon doortrekken. Hè? Ja, ja, ja. Hij is atletisch en veerkracht genoeg om dat te doen. Hè? Luc van Breij mist. Lossen, voilà. Daar is Mennis al opnieuw. Daar is Servaas Buitschaart en de fout er bovenop. Van de jongens, ja, dus kijken hoe dat Buitschaart die komt. Die loopt. Belangrijke spelers, key players die al in foutenlast zitten. Goed gedaan. Wat er wel goed is van Pintelman als je kijkt, is één dribbel, nog een dribbel, dan 1-2. Hey, ja. I don't know, man. En de man staat. Maar nu gebeurt er niks, hè. Iedereen staat stil en weer naar links, hè. Ja, en weer scoren. Groos Marijn Ververs. Van Breij daar in de tang. Nu wel de score van Groos tegen Tas. 14 punten, Dirk. Ja, ja. 14. Oh, goeie pas dit. En dit dan ook. Tyon Jones. Perfect. De bom. En zo komen ze toch weer binnen die 10 punten. Wel zeer goed werk van Ververs. Was Jean Salumu compleet. Geen communicatie tussen beiden. Nee, te weinig alleszins. Luc van Breij, goede paas, Schaftenaar. Naar de steel. Kjellele Maat is weg. Wilde perfect, de fout. Perfect gedaan van Amaat. Ruimte zat om dat drie shot te nemen. Hij krijgt ook alle tijd, alle ruimte om te schieten. Jones. Oeh, te kort ook. Deze. Jefferson weer bij de bal. Hij doet wat hij wil, Rick. Doet wat hij wil. Hij doet gewoon wat hij wil. Ah. Dan wordt het moeilijk als je 2 meter man bent. Kjellele Maat, die ziet Chile op zijn plekje staan. Boom. Maar eerst die draai. Splijtende draai voorbij van Breij. Ja. Ververs die te veel komt helpen. En dan Gillet. Kanon op scherpen. Ja. Alex Groos en de fout van Buitschaart. Dario Djerja heel boos op Servaas Buitschaart dat hij achter zijn man. En Gillet. En Salumu aanval, de rebound en score. Niet uitgeblokt door niemand. Nee. En dan dankbaar, hè. 15 punten verschil staan er op het bord. Groos, ja. Tyon Jones, ja, krijgt de bal niet kwijt. Goed dit, ja, knap gedaan. Lucas Kruithof, moeilijk. Dat gaat ook. Zijn eerste punten van de wedstrijd. Kom ik terug op hetgeen dat Spradley zei, dit is movement. Hè? Ja, dus ja. Je begint daar in de linkerhoek en er wordt gescoord met een drive dat Kruithof inzet.
Bam! Damien Jefferson. Oh, ben blij. Herhaling, kijk eens aan. Kijk. Woehoe. En ik denk dat het belangrijk is voor Oostende. Oh, ja. Oh. Paas dit van Servaas, Buitschaart. En het is leuk in de tribunes. Gillet. Bang. Bang. 20 punten verschil. 1 op 2. Pintelon met die lange armen van hem. De rebound. Oh. Wat een samenspel. Maar, en kijk. Hoe simpel, hè. Ja, ja. Niks in de weg leggen. Optie gewoon. Dit is ook poepsimpel, eerlijk gezegd. Ja, maar goed. En de stiel, Simon Buyssen. En de eenvoudige score voor hem. Wow. Assist, Sam van Rossum. Wou ik net zeggen, het is leuk als grote man, in de draai. Als grote man met gewoon een point guard mogen spelen. Roland Schafsenaar doet hetzelfde min of meer aan de overzijde. Sam van Rossum, weer zo'n gouden paas. Nog heel veel kwaliteit, hè. Joppe Mennis. Sam van Rossum, bom. Nog 10 seconden, Maarten Bouwknecht kijkt, waar kan ik heen? En dan krijgt hij een blokshot. Van Haris Bratanovic. Bal kwijt, Joppe Mennis. Goeie paas dit van Bouwknecht. Ja, een 2-1 situatie met de baldrager. Dus het is altijd de beste situatie dat je kunt hebben. Hè. Ja, absoluut. Duco Bos was de afwerker. En ik denk nu waarschijnlijk Buyssen die gaat komen voor Van Rossum. Oeh, hier krijgt hij. Bang! De dunk! Maar wat een afstraffing, hè. Ja. Sander Pintelon wordt daar weggezet door Gardner. Balverlies van Matteo Verstraeten. En Gardner die zijn stad nog wat meer kan opsmukken. 85-58, 1-0 staat het als Oostende. Woensdag in Leiden wint, dan is het winnaar van de derde B-Next League trofee.